Nou, meneer Kimpie. Oh ja, maar ik zag dat wel gebeuren. Jij moordenaar. Jij moordenaar. Jij bent een moordenaar. Yo, die ontie paard Kanti. En welkom weer bij een Skyblock aflevering. Hier op de Foxcraft server. En voor het geval je denkt van, hey Link, heb je ooit op de Foxcraft server eerder gespeeld? Ja, dat klopt. Ik speel hier namelijk elke week op. En als jij gezellig met mij wil spelen, moet je ook eventjes in de beschrijving checken naar het IP'tje in het eerste regeltje. Kopieer die, doe me in Minecraft, speel gezellig mee. Hartstikke gezellig. We zijn weer bij Skyblock arrived. Jawel. En heel veel verschillende blokjes heb ik niet zo erg. Ik ga even zorgen dat ik extra steen heb, want dat heb ik nodig en ik heb dirt nodig. Dat zijn de twee dingen die ik nodig heb. And once we got everything, we can go build. Want we hebben natuurlijk hier een hele mooie chest erin. Eigenlijk had weinig blokjes. Dus die moeten eventjes mooi afgemaakt dit. Dus wat ik zeg maar even wil gaan doen is dit platform even mooi gaan maken. En dat ik gewoon bij de chester kan komen daar zo. Dat is gewoon een van de doelen die ik wil doen deze aflevering. En een ander doel van mij is om deze aflevering een mooie farm te maken. Want we hebben zeg maar daar wel een farmpje. Alleen die is niet zo prachtig. Waarom zitten hier varkens? Dat is mijn vraag. Maar om niet afgeleid te worden, we gaan eventjes de varkens goed zetten. En de farm even wat beter neerzetten. Want dat is helemaal kut. Maar ik heb ook al in die chest geweest. Ik heb echt geen werk waar. Geen flauw idee. Ik heb het gevoel dat die varken daar best wel suicidaal is. En ik ben best wel bang voor suicidale varkens. En ja hoor, Link heeft een blokje verkeerd geplaatst. Lekker beter, Link. Lekker beter. Dat blokje daar. Geweldig. 10 out of 10. Alsof je dat echt per se wilde doen. Echt geweldig. En wederom nog een blokje verkeerd geplaatst. Yay, hartstikke leuk. En nog een blokje verkeerd geplaatst. Yay, allemaal blokjes wasted. Leuk. Nou, we hebben nog een stack over. Gaan we het halen? Ik betwijfel het. Ik denk dat we net niet gaan halen, jongens. Ik denk dat we net niet gaan halen. Maar mensen kunnen lekker concluderen. Kijk, hier zijn mensen allemaal boven. Dat is gezellig voor iedereen die lekker aan het concluderen is naar mij. Hoe ik Minecraft speel. Oh, we hebben nog 18 blokjes. Is het perfect? Is het perfect? Is het enough? It's enough. We hebben nog 6 blokjes over. Jee. We hebben het gedaan. En dan kunnen we in de chest kijken. Oh mijn god, alles zit helemaal vol. Oké, cool. Ik ga even pickaxe halen. Ik ga even die blokjes weghalen. Want die moet ook weg. Pickaxe. Gevonden. We doen de pickaxe even. Hallo, meneertje de zombie. Meneertje de zombie. Hiya! Hoppakee. In de lava met jou, meneertje. In de lava met jou. Wegwezen met je hoofd. Plaatsen we hier nog eventjes. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Voor het geval ik hier lekker lol wil gaan lopen. En die vark is nog steeds bijna dood. Zo, die weg. Die puist weg. En deze puist hier ook weg. We gaan even concluderen wat we hebben, jongens. We gaan een paar dingetjes gaan we uit de chest pakken. Dus er zit elke chest helemaal vol. Maar we gaan gewoon even concluderen. Wat zit in deze? Oh, niet alle chests zijn vol. Dat is mooi. We hebben een chicken spanner. Dat is wel leuk. We hebben een golden apple. We hebben wat eten. We nemen wel even wat eten. We eten is wel fijn. We dagen ook te hopen op boekjes en zo. Boekjes leek me ook wat chill. En wat armor. Ja, weet je. Ik kan al het armor even gebruiken. Kijk, in een andere chest hebben we heel veel hoofdjes van kippen. Van allemaal andere dingen. Relaxed. Relaxed. We hebben ook wat armor als we dat nodig hebben. Dat is ook wat chill. Wat hebben we in deze chest? Een hele goede zwaard. En we emerald. Ook chill. We hebben hier nog een heel goed boogje. Met allemaal mooie hoofdjes. Even kijken wat we hier hebben. Ook een emerald. Chill. Aha. Allemaal mooie spullen. Niet elke chest zit vol. Dus dat is wel relaxed. Mensen kunnen nog steeds dingen ingooien. Zombies spawnen bij Jumping Jack 2005. Wat heeft Jumping Jack 2005 te zeggen? Hoi Link. Ik heb iets gedaan waar ik nu spijt van heb. Ik gaf je de zombies spawnen bij aflevering 1. Ik zag dat je er super veel last van had. Daarom deze brief. Ik wil het goed maken met een kimpie spanner. Respect. Ik hoop als ik je blij kan maken. Een grote groet van Jumping Jack 2005 PS Kimpie Party. Jumping Jack, die zombie spanner. Was hartstikke grappig. Ik vind hem heel erg leuk. En dankjewel voor de kippenspanner. Ik accepteer jouw kippenspanner. Dankjewel voor jouw mooie boekje. We gaan jouw kippenspanner eventjes hier zullen we hem naast doen? We gaan hem gewoon naast doen. Gewoon wat kan. Hoppakee. Kimpie spanner. Naast de zombie spanner. Hallo meneer de Kimpies. Gezellig dat jullie er zijn. Wat hebben we allemaal nog meer? Wat hebben we dan? We hebben nog een boekje. We hebben nog een boekje. Die gaan we ook even lezen. Hallo Link. Je bent de beste YouTuber. Mag ik een shout-out naar Rick en mezelf PS. Mijn naam is Tim. Shout-out naar Tim en Rick. Dankjewel voor je lieve berichtje. We hebben ook nog wat items. We hebben hier ook nog wat items. Nu kijken of we nog wat meer boekjes hebben. Dat vind ik altijd wel leuk. Hier hebben we geen boekje. Hier hebben we geen boekje. Hier hebben we ook geen boekje. Hier hebben we ook geen boekje van. Ender pearl neem ik mee. Dankjewel. Oh, en er zit wat in. Hij kan natuurlijk ook overvloed raken natuurlijk. Hier, deze dingen. Of kijken. Kijk, de hoppen kan ik zo in. Dat is overvloed. Hier hebben we dus nog wat items. En de laatste chest zit er nog wat bijzonders in. We hebben hier
ook allemaal uit. We hebben een Samantha spanner. Dankjewel voor de Samantha spanner. I appreciate you. We zetten de Samantha spanner even tussen deze. Hoppakee. En pak even een zaadje. Even kijken voor een zaadje. We hebben hier twee zaadjes. Hoppakee. En die geef aan jou. Of ik zeg aan jou en aan jou. Hoppakee. We hebben hier een span Samantha. We hebben een kleine baby Samantha. Yay. En jij moet weg eens met je hoofd. Wee. Helemaal kip hier, jezus. Goed, hebben we in ieder geval dat gedeelte gefixt. Iedereen bedankt voor het stoppen van de item in de chest. Als je nog leuke boekjes wil toevoegen met leuke teksten erbij, doe dat vooral. Vind ik hartstikke leuk. Kan ik ze lezen de volgende aflevering. En misschien ook dat het wat extra uitgebreid is. Dat zou hartstikke tof zijn. Nu wordt het tijd om even aan de farm te gaan werken. Oké, wat hebben we nodig? Zaadjes, meloenzaadjes hebben we nodig. Pumpkinzaadjes hebben we niet. We hebben potatoes. En wortels hebben we... Nee, we hebben nog steeds wortels. Oh, pumpkin seeds hebben we ook. Nice. Oftewel, alles gaan we weghalen. Weg ermee, weg ermee, weg ermee. En we hebben ook nog een ho nodig. Dat hebben we ook natuurlijk nog nodig. Even kijken. We gaan hem hier over doen. Ja, mooi, 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 mooi. En als het goed zat er hierboven ook nog eentje. Oh nee, die heb ik weggehaald omdat de zombie hier zat. Oké, dat haal ik ook even weg, dit stukje. Want de zombie is toch al weg. Ja, het is zo waar. Het is jammer, hij is gedispand. We hebben hier ook een varkentje. Hoe gaat het met de suicidale varken, jongens? Hoe gaat het met de suicidale varken? Heb je nog een laatste wens, meneertje? Heb je nog een laatste wens, meneertje? Hè? 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 We hebben nog een laatste wens, hè? Ik ga je laten vallen. Ik ga je laten vallen. Ho, 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 ho. Tot ziens, meneer de varken. Het was hartstikke gezellig. Eigenlijk moeten we ook al dit water eigenlijk weg gaan halen, hè? We moeten even al het water weghalen. Maar dan maak ik hier even een infinite water source. Dat we het water allemaal weg kunnen halen. Dat is wel een slim iets. We hebben wel een bucket of milk. Dat is niet een bucket of water. Maar hey, daar kunnen we ook even mee doen. Oké, meenemen. Die handel meenemen. En dan plaatsen we die hier zo. Ik zei, plaatsen we die hier zo. En dan nemen we nog eentje mee. Klik, klak, kloek. Plaatsen we hem hier. Dan hebben we nooit te weinig water. Zo, en dan gaan we dit allemaal weer bijvullen. Weg met het water. Want ik maak hier een prachtige mooie farm. De mooiste farm van heel de wereld. Oké, maar waarom stopt het water hier? Dat is echt heel raar hoe dat hier gaat. Geen idee wat hier gaande is. We plaatsen dit hier. En weg met het water. Weg met het water. Oh, het is ook allemaal gevuld. Het is allemaal gevuld water. Weg, weg, weg. Ja, ja, ja. Perfect. Oké, dan gaan we dit eventjes recht minen. Even mooi maar. Oh, ja, ijs kapot. Nice. Thank you very much. We gaan even kijken voor een nieuwe. We hebben twee diamonds. Maar... Oh, voor mij had ik één donatie diamond gezien ergens. Even kijken. Oh, hier hebben we een diamond. Thank you very much. Thank you very much for this diamond. En dan hebben we ook nog wat stokjes nodig. Ik heb geen stokjes. Oké, we hebben bomen. En waar is mijn craft table? Dat heb ik daar neergelegd. Ja, ik wil ook even hier een craft table hebben hoor. Want ik ga niet de hele tijd heen en weer lopen voor die meuk. Hoppakee. Nou, is allemaal leuk en aardig. Maar ja, ik ga er niet de hele tijd heen. Hoppakee. Nice. En dan maken we even wat stokjes. Ook hadden we... Ja, oké. Stokjes konden we sowieso zelf maken. Maar de pickaxe konden we niet zelf maken zonder craft table. We hebben een pickaxe. Nice. Even concluderen. Dit wordt mooi, jongens. Dit wordt een heel mooi stukje hier zo. Kijk eens aan. En dan maken we hier ook even allemaal dirt. Zodat we hier ook even de farm verder kunnen maken. Ja, heel mooi. Heel mooi. Heel mooi. Dit hier nog even weg. Het hoekje hier zo. En dan hebben we alles dirt. Als we alles plaatsen, 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 plaatsen. Hier plaatsen, 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 plaatsen. En het is helemaal volbracht. Of godsamme, jezus. En dat is hier ook nog even gevuld. Om het even heel mooi een vakje te maken. Kijk eens aan. Dat kunnen we vanaf hier maken we helemaal de farm. Hebben we hier nog een stone hoe. Die hebben we ook natuurlijk nodig. Kijk eens aan. Dan maken we hem hier zo alles. Ook eventjes dit. En ik weet dat ik uiteindelijk gewoon dat water natuurlijk ook nodig heb. Ik weet niet precies hoeveel blokjes die heeft. 10 blokjes range. Maar dan plaats ik al 2 van die waterplekjes. Vind ik ook helemaal geen probleem. Oh, het is nu al aan het opdrogen. Oké, het is nu al aan het opdrogen. Ik ga snel even alles zoveel mogelijk doen. Kijk eens aan. Dan hopen we dat we zoveel mogelijk ook zo blijven. Dan kan ik even kijken waar ik het water wil gaan doen. Oké, ik wil het even kijken. Hier doen we een watertje. En dan doen we hier doen een watertje. Prima. Het water hier zo op. Dan leggen we hem eentje daar zo neer. En dan pakken we eentje hier zo. En dan leggen we hem daar zo neer. Jezus, dat gaat snel, jongen. Dat deurt. Ik dacht, ik doe het alvast eventjes, weet je wel. Zodat het gewoon even gewoon, ja, wat gedaan is. Maar dat gaat zo snel weer terug veranderen. En dan loopt hier, loopt hier een kind. En loopt hier een kindje op mijn wel. Dan gaan we weer, meneer de kindje.
Meneer Kimpie. Meneer Kimpie. Meneer de Kimpie. Kimpie, 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 Kimpie. Oh, ik bedoel Kimpie. Wee. Goodbye, my Kimpie. Goodbye, my friend. You have been the one. You have been the one for me. Goodbye, my Kimpie. Oké, en dan heb ik... Hopelijk heb ik nog genoeg op mijn... Nee, hij is kapot. Ik moest er nog 4 doen. Goddammit, ik moet een hele ho apart hiervoor maken. Nou, dan maak ik even een houten ho. Want er is precies nog genoeg daarvoor. Goddammit, ik haat mijn leven. Hoppakee, perfect. We plaatsen hem weer in de chest. Zo. Oh, hallo, hallo, meneer Kimpie. Wat kom jij hier doen? Ga eens jij even... Ga eens even. Ja, je zit nu vast, hè. Ja, dat doe je nou echt zelf. Ga kijken hoeveel normale zaadjes wij hier kunnen planten. Dit is een mooie farm. Dit is een mooie farm. Het is natuurlijk ook geen automatische farm, weet je wel. Dat je op een knopje drukt, dat alles naar beneden komt met de hopper eronder. Ik weet het. Ik weet dat dat kan, jongens. Ik weet het. Alleen, ik heb daar helemaal geen zin in om daar mijn tijd in te verdoen. Ik wil gewoon een mooie, ouderwetse basic farm. Oké, doen we deze 4 doen we weg. Kijk eens aan, ziet het er mooi egaal uit. Doen we deze hier zo in. En doen we aan deze kant allemaal meloenen. Doen we er hier 5. En dan doen we er zo ook 1, 2, 3, 4. Of 4, kan ook prima. En de rest doen we allemaal lekkere potatoes. Lekker aardappeltjes. Lekker doen. Oh, dan zie je eentje een plekje omhoog worden. Even kijken, waar is mijn ho? Die is hier. Kijk eens aan. Ploep. En dan maken we... Oh, we hebben precies genoeg. En deze kunnen we opeten. Lekker. Hallo. Cool, hebben we hier een mooie farm gemaakt. Dan is het tot hier was het voor mij wheat. Tot hier is het potatoes. En hier zijn het meloenen slash pumpkins. Nu hoop ik dat ze eigenlijk hierin groeien. Ik heb geen idee of dat werkt. Ik weet echt werkelijk waar niet hoe dat gaat. It's looking good. Ik denk dat ik eigenlijk alles wel heb gedaan wat ik vandaag wil doen. Jongens, allemaal kimpies hier. Staan we ook eventjes. Oh my, it's one hit cute. Arme kimpie. Nou, hier. Ten ere van jou is die het hoofdje. Meneer de kimpie, ga maar lekker daar. What the fuck? Waarom gaat die allemaal kimpies in één keer dood? Gaat deze ook instant dood als ik één keer sla? What the fuck? Ja, TP't! Jij hackt. Trouw die zombie daar niet. Deze meneer de zombie. Die is een beetje een gevaarlijke man is dit. Oh, zijn meneer de zombies. Oké, weet je wat, meneer de zombies? Ik ga jullie allemaal doodmaken. Hoppakee, weg ermee. Oké, ik ga hier weg. Het is veel te gevaarlijk. Hoppakee, weg van jou. Weg, zombie. Zombie, ik ben hier even bezig, meneer de zombie. Meneer de zombie, wil je even weggaan? Oh, meneer de varken. Kom je ook even hierheen? Ik heb hier lekker een worteltje voor je. Kom maar. Ja, die hou je van. Oh, jezus. Sorry, varken. Ik wilde even het varkje. Ja hoor, prima. Oké, ik ben bijna helemaal dood. Ik heb hier gelukkig nog een stukje vlees. Kijk eens aan. Nou, meneer Kimpie. Oh, ja, maar ik zag dat wel gebeuren. Jij moordenaar. Jij bent een moordenaar. Deze man is een fucking moordenaar. Hij is een moordenaar. Kijk wat ik zie, jongens. Ik zie een villager zombie. Hallo, meneer de villager zombie. Kom maar. We gaan jou eventjes ergens heen brengen. Kom maar. Oké, even kijken of ik een bucket of water heb. Want ik wil niet dat jij verbrandt. Kijk eens aan. Doen we deze even hier. Kom maar, meneer zombie. Kom maar. En dan gaan we hier even een kuiltje maken voor jou, meneer. Even concluderen. Zo. Perfect. Kom maar. Ja hoor, je zit erin. Goed gedaan. Ik ben trots op je. Je doet heel goed je best. En dan plaatsen we hier even wat water, zodat je niet gaat doodgaan. Plaatsen we er hier ook nog eentje. Zo, lekker even rondlopen. Ik ga jou beter maken, meneertje. Ik hoop dat deze niet gaat inspannen, jongens. Maar dan maak ik deze een villager in de volgende aflevering. Bedankt voor het kijken, bedankt voor het liken. Vergeet de server niet te joinen in de beschrijving. Speel gezellig met mij mee. Weet van dit hier een andere video van mij te kijken. En onder op het abonneren, naast merchandise te kopen. Excellent meenemen, later.